Op zondag 28 april kan je in Sint-Niklaas een bijzondere gastronomische tocht maken. Want dan organiseert de stad Bubbles & Bites 3.0. Voor het derde jaar op rij stellen 5 wijnspecialisten hun geprefereerde fles bubbels voor in 5 horecazaken, gecombineerd met kwalitatieve foodpairing. Bubbles & Bites is een evenement vanuit de stad Sint-Niklaas waar je op 5 zaken, 5 drankjes, 5 verschillende hapjes kan eten, kan benuttigen voor een prijsje van 35 euro per persoon. Dit is het derde jaar, de derde editie van Bubbles & Bites. Elk jaar is er natuurlijk wat bijgekomen. Dit jaar is het non-alcoholische drankjes, vegetarische hapjes. Dus voor ieder wat wil. De 5 horecazaken zijn allemaal op wandelafstand van elkaar gelegen. Medi Restobar doet dit jaar voor de eerste keer mee. Ik ben sowieso een gezamenlijke werker. Ik doe de zaak Medi Restobar ook met mijn zus samen, met mijn vrouw en mijn schoonmoeder. En ik vind het samenwerken alleen maar belangrijk omdat je veel verder komt. Nou, als de stad Sint-Niklaas dat doet, doe ik er graag aan mee. En met z'n allen samenwerken komen we veel verder en laten we veel van onze stad zien. En met Bubbles & Bites denken we dat we heel ver komen in de stad en buiten de stad. Bubbles & Bites 3.0 vindt plaats op zondag 28 april van 14 tot 19 uur. Wil jij ook een culinaire tocht maken met de mogelijkheid tot een vegetarische en of non-alcoholische route? Schrijf je dan in via ontdeksintniklaas.be.